staat de avondploeg aan. Start from the bottom, now we're here. 538. Daniel Lippens en Ivo van Breukelen. Moet even eerst rustig opstarten hoor. Het is maandag, kom op zeg. En het is ook nog eens tweede Pinksterdag, toch? Ja, zeker. En jij, Ivo, als ik zag jou op de WhatsApp alweer voor iedereen uitleggen waar het nou om draait. Jij als expert, hè? Vertel ons nou eens even. Vandaag wordt de uitstorting van de Heilige Geest gevierd. Oh? Die kwam op aarde toe. Ik weet. Dat klinkt alsof je dan alsof je een wondje had. En je, pff, de nee, uitstorting dat is, van. Dat leg is het uit. Uitknijpen van een wond. Ja, de uitknijpen. Nou, leg uit. Hoe de is uitknijping dat? Van Pinksteren, ja? Nee, ja, leg het nou nee, uit. Ja, het is. Even kijken. De uitstorting van de Heilige Geest wordt ermee herdacht. Ja, niet van Wikipedia. Ja, kom. Wel, ja. God, ik ga al 10 jaar niet meer naar de kerk, man. Ik dacht, jij weet dat nog wel. Ik rook gewoon te veel. Dat weet je wel? Ja, nee, oké. Okay. Nou, ik vond toch dat je een heel eind kwam. Dus, applaus. Wat is er? Een hoop paniek, wat is er? Weg die muziek, want er wordt gebeld. Hallo, met wie? Hallo? Ja. Yo, je spreekt met David de Vos. Hey. David, jij belde onmiddellijk in na de uitleg van Ivo over Pinksteren. Ah, iets wat krakkemikkige uitleg. Ja, ik denk dat klopt niet helemaal. Ik zou je zeggen, ik ben zelf net van opwekking teruggekomen. Ja. Daar wordt het Pinksterfeest gevierd met ongeveer 50.000 christenen op het Walibi-terrein. Ja. En ik ben zelf een van de hoofdsprekers in het programma, dus ik heb van het weekend ook daar gesproken. Ja. En ik denk, ja, die uitstorting van de Heilige Geest als een wond, dat kan echt niet. Dus ik nee, dacht, sorry, dat was een geintje. Ja, dat was een geintje van hem, hè? Dat begrijp ik wel, maar goed, dat doet helemaal zeg maar niet ten goede van hoe het echt in elkaar zit. Luister. Ik weet goed gemaakt. We zijn natuurlijk wel Radio 538, dus het moet allemaal lekker een beetje snel, flitsend. Kan jij in 30 seconden uitleggen hoe het volgens jou zit, Pinksteren? Ja, gaat me helemaal lukken. 30 seconden, ja? Start nu! Oké, meer dan 2000 jaar geleden kwam Jezus naar de wereld. En dan is hij ook weer teruggegaan nadat hij uit de dood is opgestaan. Vervolgens zegt hij, jullie moeten het niet alleen doen, maar jullie moeten wachten op de Heilige Geest. En de Heilige Geest, onderdeel van de drie eenheid van wie God is, Vader, Zoon en Heilige Geest. En die is gekomen, en dat vieren we, die is er nog steeds. En die leeft in alle christenen om te getuigen van wat Jezus heeft gedaan. Dat is de uitstorting van de Heilige Geest. Nou, dat vind ik heel knap. Ja, ah, nee. Kijk, en daarom ben ik radio DJ geworden en spreek ik niet op opwekking. Ja, nee. Was het leuke opwekking? Het was echt helemaal te gek. Helemaal te gek. Nou, wel thuis en dankjewel voor je uitleg, man. Ja, bedankt. Dankjewel, jongens.